er weer een hoop schermen op de tafels en de, ja, de laps. Ja, ik wil toch altijd een beetje de key points eruit gaan vissen na zo'n 5 dagen. Dus dan heb ik even alles bij elkaar. Dan probeer ik wat dingetjes eruit te halen die vaker terugkwamen. Want je bent echt je aantekeningen aan het verwerken, zie ik, hè? Ja, eventjes wat... Ik heb dan ook weer verschillende apps helaas daarvoor gebruikt. En dat is altijd eventjes management. Maar kijken wat er allemaal... wat ik allemaal gevonden heb. En het zijn wel heel erg veel dingetjes. Dus dat vind ik wel altijd wel lastig om daar eventjes één verhaal van te maken. Of één paar dingen. En het is de woensdag van South by Southwest. Traditioneel ook de dag dat de muziek begint, dat de interactive stopt. En ook de dag om een beetje terug te kijken en de balans op te maken. Dat ben je dan ook aan het doen. Wat valt jou nou op? Ja, als ik me eventjes beperk tot AI, want dat is toch een beetje mijn dingetje. Is dat wat opvalt, is dat heel veel mensen het over hebben dat dat veel meer mensen naar... AI moeten kijken dan alleen maar data scientists. Er moeten ook artiesten moeten erbij zijn en filosofen. En, het is een dermate belangrijk stuk dat er veel beter over moet worden nagedacht door veel meer mensen dan alleen maar door de data mensen. Ja. Dat was echt wel een rode draad, hè? Viel mij ook op. Zeker. Dat weet je, ethisch gebruik, AI moet ten goede komen aan de gehele mensheid en niet aan een kleine groep, dat soort onderwerpen. Ja, inderdaad. Ik heb ook echt een aantal keer gehoord, AI moet overal inkomen te zitten. Dat is in ieder geval waar er mogelijkheden voor zijn. En laten we zorgen dat die boeren in Ghana, dat die ook iets heeft aan AI in... agriculture. Ja. Andere, noem nog eens één ding wat je uit je aantekeningen nu haalt. Dat je denkt, hey, frik, toch wel interessant. Nou, dat AI ook moet omleren gaan met dingen die hij nog niet helemaal goed weet. Het is gewoon nog niet helemaal af. Het werkt nog niet helemaal goed. Een van de voorbeelden die ik hoorde was over sentimentanalyse. En dat op het moment dat ik schrijf, dit is een typische Tom Hanks film. Dat is een heel lastige zin om daar het sentiment uit te halen. En dat is waar die systemen nu wel soms op struikelen nog. En dan is het verhaal, laat dat dan zien. Als je het niet zeker weet, laat dat zien. Zorg dat degene die ermee werkt, dat hij dat weet. Dat je niet helemaal zeker bent ervan. En dat hij kan ingrijpen als mens. Ja. Ging jouw deurbel nou net, Michiel Buitelaar? Ik hoorde iets rammelen. Dat was de wekker. Ik was van plan vandaag laat op te staan. Dat is niet gelukt door Harry. Wat zei nou? Ik was van plan laat op te staan, een uur of 8 of zo. Maar dat is niet gelukt. Er was allemaal Harry in het huis. Ja. Dus nu ging de wekker nog. Woensdagochtend terugkijken. Nou, het was... Is het een bord spaghetti in je hoofd? Of heb je het al weten te fijn recht te trekken tot een paar asperges? nee, er zitten wel spaghetti elementen in, maar dat is ook prima. En ook ik zit dan een beetje in te tikken om te kijken of ik enige ordening in kan brengen. Maar dat hoeft op zich ook niet. Maar er was veel en heer Berger heeft er wel een paar dingen aangestipt. Dus ik heb veel van dezelfde dingen gezien. Heel goed. Inspirerend. En nog even aanvulling. Een soort van op wat hij zegt. Voor mij, wat ik heel aardig vond, is dat een aantal dingen heel concreet werd. Je zou kunnen zeggen de volwassenwording van sommige dingen die een tijdje geleden nog hoog over conceptueel waren. Ik heb gekeken naar dingen over hoe conversaties tussen mensen lopen. Wat bijvoorbeeld het belang is van een stilte en ritme en toon en bepaalde woorden en vragen. En wat je daar dan, hoe dat zich dan zou kunnen vertalen in conversaties met machines. En op welke momenten dat goed gaat en onder welke modaliteiten, heel gedetailleerd ontwerp van conversaties, zoals volgens mij 2-3 jaar geleden nog geen sterveling daarover had nagedacht. En zoals, laten we zeggen, 20 jaar geleden visual user interface design nog nooit was ontdekt, nooit ontgonnen. Dat soort dingen, dat gebeurt nu. En dat is niet mijn dagelijkse werk, maar ik vind het wel heel waardevol en ook belangrijk om daar iets van te begrijpen. Nu is wel zo, die mens-machine interface staat hier inderdaad altijd op de agenda. En er gebeurt ook heel veel. Gisteren was er nog een sessie, ik weet niet of jij erheen bent geweest. Over de ultieme interface is natuurlijk het menselijk brein dat direct met de computer gaat communiceren. Geloof jij dat gaat gebeuren?
Nou, ik heb ook wel voorbeelden gezien van, die sessie ben ik niet geweest, maar ik heb diverse voorbeelden gezien hier van hoe koppelingen van het menselijk brein of het zenuwstelsel, hoe dat tot stand gebracht kan worden. En volgens mij kan dat. Maar laat daar iets, even een zijspoor. Wat mij opvalt nog steeds is dat op heel veel plekken de inspiratie van mensen ontleend is aan films. Dat is al eerder aan de orde geweest, maar ik heb gisteren ook weer diverse voorbeelden gezien. Dat heeft zijn leuke en ook zijn gekke kanten. Dat mensen toch verwijzen naar of Terminator of Minority Report of naar Her, naar allerlei bekende films. Je kan je ook afvragen of dat mensen niet in een bepaald hoekje brengt qua denken. Maar goed. Belangrijk ook toch als interface. Ik ben ook geweest naar een sessie Weird Startups van Tokio. En daar werd een drone getoond die je op je schouders vastklemt, waarmee je sprongen van 3 à 4 meter hoog kan maken. Heel nuttig. Nou, ik vroeg ook waar is dat goed voor. En dat was niet helemaal duidelijk. En bij die sessie waren 9 startups, weird startups. Een stuk of, nou laten we zeggen ongeveer de helft was totaal onverstaanbaar. Maar wat ik ervan oppikte was dat het was allemaal van dat soort dingen. Nergens goed voor, maar toch heel waardevol. Heb jij ook dingen gezien in die categorie, Erwin? Nee. Nou ja, niet helemaal in die categorie, wel een beetje ook wel. Als je op de beurs gaat rondlopen, daar zijn heel veel Japanse start-ups. Het enige probleem wat je daar hebt, als je een gesprek met ze probeert aan te knopen. Ik weet zeker dat ze Engels spreken. Het is mij alleen niet gelukt om er één van te begrijpen. Maar ook daar heb ik gezien, je hebt een cajon heet dat geloof ik. Je hebt zo'n soort doos, een soort kistje waar bands... Die mensen als drumstel gebruiken, de drumgeluiden meemaken als akoestisch optreden. Ik denk dat mensen ze altijd wel eens gezien hebben. En had een van die start-ups, wat had hij gemaakt? Ja, een soort van Nickel en Nelis voor de ouder onder ons instelling. Ja. Zodat je er zo, dat ding ging dan vanzelf trommelen tegen dat kastje. Nou, ik vind het toch wel een klein beetje in diezelfde categorie past. Nickel en Nelis op South by Southwest. Ja, wat waren jouw observaties zo na een dag of 5 Interactive? Eigenlijk het allerbelangrijkste is voor mij dat zeg maar, de sociale component dit jaar belangrijker dan ooit is. Begonnen met meestal met de fascinatie voor wat er kan. En nu die stap maken van oké, dat het kan weten we nu. Maar wat doen we ermee en waarom? En dan gaat het ook over diversiteit, over inclusiviteit. En ik vind het goede van de organisatie hier dat ze... niet over praten alleen, maar het dan ook doen. Want die sessie waar ik gisteren met Michiel Berger was over artificial intelligence, dan zitten er ook niet 3 mannen op dat podium, wat natuurlijk met vrij groot gemak kan als het over artificial intelligence gaat. Maar er zitten er 3 prominente vrouwen op het podium. Dus ook op dat gebied maken zij zelf bewust de keuze van een divers aanbod. Ja, ik had zelf het idee dat in de slipstream van die MeToo-affaire... dat de komende paar jaar in Nederland ook heel belangrijk gaat worden. Dit soort thema's, gender, inclusiviteit, minderheden. Ja, en dat is natuurlijk echt heel bijzonder op een technologiefestival. Want daar zijn we niet geneigd... Ja, maar dat vroeg ik me heel erg af. Is het eigenlijk wel een technologiefestival? Nou, of is het nog een technologiefestival, kan je dan inderdaad afvragen. Nou ja, het is inderdaad maar zeer ten dele, want het is een maatschappelijk festival waar technologie natuurlijk een rol in speelt, want dat speelt in onze hele maatschappij een rol. Jij zegt ook, zeer ten dele? Ja, dat waait naar van alles nog wat uit. Maar de geschiedenis van dit festival zit ook in muziek en mede in films, maar volgens mij primair in muziek. Het is ooit begonnen als een muziekdingetje, 25 jaar geleden. En die technologie is op een gegeven moment erbij komen waaien. En er waaien nu ook andere dingen bij en doorheen. Dat is allemaal prima. Wat mij betreft maakt dat ook heel erg leuk. Het is zeker niet een tech-only toestand. En dat maakt het ook zo aardig. Michiel Berger, volgend jaar weer, denk je? Ja, altijd moeilijk te zeggen natuurlijk zo lang van tevoren. Maar je zegt nu al zeker. Ja, zeker weten. Het is toch, een feestje. Het is, je leest en je hoort en je ziet 10 dagen gewoon heel veel nieuwe dingen. En human brain interface, daar was ik dan wel. En dan denk ik, god, dat is toch wel heel erg gaaf wat je daarmee zou kunnen maken. Dat een systeem gaat leren wanneer je als mens denkt dat er iets misgaat. En dat hij dan... meteen bij kan gaan sturen. Ja, dat vind ik heel erg cool. Dus al die hele nieuwe dingen, die zie je. En je krijgt, ook omdat we hier met elkaar zitten, dat is ook
een groot deel van het genot. Dat je gewoon even zit s'avonds met elkaar en nog even doorneemt en langere tijd erover kan nadenken. Dus ja, zeker weer. Schoolreisje voor middelbare mannen. Oké, de kop is er. Volgend jaar weer? Absoluut. Yes. Absoluut.